Welkom op Staaien voor de wedstrijd van het jaar in de X-Key League. De match van het jaar is die tussen STVV en Lierse. De nummers 1 en 2 in deze competitie. Bijzonder veel volk hier op Staaien. De wedstrijd al weken uitverkocht. 10.000 mensen hier vanavond voor deze topper. De match van 2 miljoen. Want dat is het verschil tussen eerste en tweede klasse. 2 miljoen, 2,5 miljoen. En daar zie je in het midden van de supporters van Lierse de sterke man van de bezoekers. Maghet Sami, heel mooi beeld was dat. Brepels pakt niet uit met verrassingen. Die houdt hij ongetwijfeld voor tijdens de wedstrijd met Sharai op de bank. Hij speelt in zijn lievelingsopstelling. Een 4-2-3-1 is dat. Zo zal Herman Herpetten het graag zien vanavond. Maar Herpetten deed bijzonder geheimzinnig over de opstelling. Wachtte tot het allerlaatste moment om zijn elf mee te geven. En het wordt niet zoals je op dit beeld ziet, maar wel Kevin Janssens in de plaats van Abdel Wahed. Dat is de verrassing. Spelers komen het veld op met een arbitraal trio van wereldniveau, zeg maar. Frank de Breker met zijn assistenten Peter Hermans en Danny Huns. We zijn begonnen met Ahmed Samir in duel met Mark Hendricks. Chala. Siani zit goed op bij ons. In twee keer tot bij Cavens. Goeie voorzet van Cavens. En dan het schot. En een eerste redding van Mignolet. Schot van Kevin Janssens was het. De verrassing in het team. Hier nog eens die kans. Goed van Cavens. Cantalupi krijgt de bal niet goed weg. In de voeten van Kevin Janssens. Die goed uithaalt met links. Chala. Samir. Voorzitter met links. Dat is een goeie. Mignolet met de vuisten. Buijens. Buijens met het schot. Kreeg zijn schot niet goed gericht, Johnny Buijens. Scoorde één keer dit seizoen op afstand. Hier Frans in duel met Mignolet. Buijens de tijd om te kijken. Maar niet goed genoeg besloten. Cavens afleggen voor Radzinski. Radzinski breed voor Samir. Samir met het schot. Hij twijfelde niet, Ahmed Samir. Halfweg de eerste helft. Nog altijd niet gescoord in deze topper. Maar nu misschien wel. Goed gedaan, het schot en de deklat. Wat een mogelijkheid voor Mark Hendricks. Mooie aanname. En dan nog even kijken en tegen de paal. Heel mooi met links en dan knallen met rechts. Wim Mennis achter de bal. Veel volk aan de rand van de 16. Mennis met de knal. Absoluut niet onaardig. Mennis rechtstreeks naast het doel van Kujovic. Eerst kijken naar Wilmé. Wilmé door voorbij de Graaf. Wilmé met het schot. Siani en naast. Wat een kans voor Sébastien Siani. Wilmé sneller dan de Graaf. Bracht de bal meteen voor. En Siani. Ja, niet ideaal opgesteld natuurlijk. Al iets te dicht bij het doel, de Kameroener. Wagenmakers. Hendricks.
Goeie aanname, Hendricks met het schot. En Staaien ontploft. Samir. Gadzinski. Opnieuw Samir. Dat is goed. Kan hem mooi binnenhouden en dan met links uithalen. Ahmed Samir. Het is een goeie. Dat weten ze wel bij Sint-Truiden ook. Maakte een wereldgoal in de heenmatch. En probeerde nu hetzelfde. En dan kan Liers weer eruit komen met Radzinski. Geen buitenspel. Thomas Radzinski in de box. Met een voorzet. En Mignolet met de redding. Radzinski voor het eerst in de tweede helft. Gevaarlijk. De Witte. Maar het diep. Kan de bal goed voorbrengen. Daar is Samir. Samir met het schot. Ahmed Samir met zijn tweede goede kans in de tweede helft. Voorzet. Wahid met de goal. De 0-1 Mohamed Abdelwahid. Prima doelpunt. Botsend voor de keeper. Oh, zo moeilijk. Liersen op voorsprong. 5 minuten voor het einde van deze wedstrijd. Het is de ingevallen Mohamed Abdelwahid die scoort. Mo met zijn nummer 9 van het seizoen. Kijk, snel genomen. Radzinski met de voorzet. Afvallende bal. En Wahid laat hem nog eens botsen. Wijkt nog af op een Truinse voet. En zo onhoudbaar natuurlijk voor Mignolet. Het is 0-1. En hij fluit af. Liersen wint op Sint-Truiden. En maakt de titelstrijd in de X-Ski League opnieuw spannend. STVV verliest voor het eerst sinds 12 april 2008 nog eens een wedstrijd op eigen veld.